Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en de tweede week van de quarantaine. Dus je zegt dat we inmiddels aan gewend zijn. Wacht even de deur dicht. Ja, het zijn bijzondere tijden. Ik ben heel benieuwd. Het is volgens mij begint het nu een beetje. Volgens mij bepalen ze volgende week. Volgende week is 6 april. Nou, no way dat we dan weer naar ons werk gaan. Dat geloof ik echt niet. Maar ik ben heel benieuwd, want er komt dan ook over de scholen nog dicht blijven. Dat vind ik, ja, ik denk het eigenlijk wel. Maar ja, het is wel een beetje volgens mij nu de op of de onder, zeg maar, of die de flattende curve is of niet. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel bizar hoe dit de wereld verandert. Ik moet zeggen dat wij hebben het nog luxe, want wij hebben een gesloten cirkel met mijn ouders. Dus wij zien niemand anders en mijn ouders zien ook niemand anders. We zien alleen elkaar. En dat maakt dat wij, nu wij dus al 2 weken met elkaar zeg maar zijn, dat wij nog oppas hebben. Dat betekent ook dat ik dus niemand anders zie. Nou is dat volgens mij sowieso niet echt het idee. Terwijl ik nog steeds vriendinnetjes krijg die gewoon zoals volgende week afspreken. Dat ik denk, hè, was toch niet de bedoeling? Maar goed, misschien heb ik het fout. Maar in ieder geval, wij zien niemand. Wij zien alleen mijn ouders. Mijn ouders zien ons. En zelfs dat zijn hele korte momenten van de kids brengen en dat soort dingen. Dus het is niet dat we uitgebreid gaan zitten eten samen of zo. Als ze de kids brengen, dan is het gewoon eventjes letterlijk brengen en 1,5 meter afstand. Maar goed, via de kids kan het natuurlijk dan wel. Maar wij zien dus verder niemand. De kids zien ook niemand. Niels ziet geen vriendjes, geen vriendinnetjes. Ja, het is even wat het is. Mijn vader is boven de 70. Ik heb natuurlijk astma, dus wij zijn allebei een risicogroep. En ik merk aan mijn longen dat ik nog steeds herstelde met van die longontsteking. Dus wij, we keep it low. Maar dat mijn ouders nog veel oppassen is voor ons echt een enorme zegen. Want dat betekent dat wij nog redelijk kunnen werken. Over het algemeen komen mijn ouders rond 10:30. En dan tot die tijd ben ik dan met de kids. Ik probeer dan daarvoor. Zeg maar, 's ochtends mogen ze iets langer een filmpje kijken dan normaal. En ik begin dan alvast met werken. Dus dan werk ik meestal zeg maar, van 8 tot 9 een uurtje. Dan kijken ze een filmpje, dan spelen ze wat. En daarna om 9 uur begint zeg maar, de klas voor Niels. Ondertussen heb ik dan ook Helen. En dan om 10 uur is het fruithapje en dan komen mijn ouders. Maar dan heb ik er dus al een uurtje op zitten, zeg maar. En daarna werk ik door. Maar ja, je werkhouding, alles is natuurlijk verkeerd. Je bent heel veel in conference calls waar je ook helemaal van wordt. Dus het is best wel pittig, vind ik. En dan hebben wij dus deze luxe nog. Ik weet echt niet hoe mensen dit doen zonder. Want dan red je gewoon echt nooit je volledige aantal uren, want daar kom ik al nauwelijks aan. Sterker nog, het is vandaag vrijdag. Normaal ben ik vrij op vrijdag, maar ik werk dus ook vandaag wat om zomaar aan mijn uren te komen. Mentaal lastig. Ik vind het ook, normaal heb je gewoon, je bent thuis, dan ga je naar je werk en dan ga je weer naar huis. En nu loopt alles door elkaar en nu ben je ook nog juf, je bent ook nog kinderdagverblijfleidster. Naast dat je gewoon moeder bent, partners, ben ik nu ook nog schoonmaakster, zeg maar. Ja, weet je, ik moet gewoon alles nu doen. Maar goed, gaan we voor een goed doel. Ik hoop echt dat dit werkt. Wij zouden vandaag naar Duitsland gaan voor de keukenzaak. Maar goed, dat gaat uiteraard niet door. Dus nu gaan we hebben een Skype-meeting einde van de dag. Dat is met de kinderen iets minder handig, maar dit was het enige moment dat dan kon. Ik snap dat niet, want we hadden eigenlijk van 2 tot 5 een afspraak met een man, maar oké. En ja, verder hebben we dus 0 plannen. Ik ga kijken hoe ik jullie meeneem, of dat ook een beetje leuk is. Laat het ook vooral eventjes weten. Want misschien dat ik op een gegeven moment anders andere filmpjes ga maken. What I eat in a day of een weet ik veel, gewoon iets anders. Omdat ik denk dat de vlogs gewoon boring gaan worden. Maar goed, dat gaan we gewoon zien. We zijn aan het knutselen. Met die appetit. Ja, die heb je hier. Nee. Want we hebben allemaal opdrachten van school. En ergens hier staat de knutsel en verrekijker. Dus dat doen we dan maar. Ik heb even een oude trui aangetrokken. Ik heb zo'n hekel aan dit soort dingen, maar het is goed voor de creativiteit. Het is goed voor de creativiteit. Kjo. Laat het echt aan Niels zien. Kjo. Nisje.
Hier staat altijd droger. Deze. Ja, mooi hoor. Ik maak een salade en daar doe ik straks de falafel bij. En net heb ik schoongemaakt. En nu moet ik het warm. Normaal gebruik ik eigenlijk altijd gewoon doekjes, als in die je weer kan wassen. Maar zoals je misschien hoort, had ik de wasmachine al aanzet en gewoon helemaal, was ik helemaal vergeten dat de badkamer nog even moest. Dus ik heb het even zo gedaan. Dan oogt het in ieder geval weer schoon. Maar goed, dus het huiswerk had. En nu gaan we ons voorbereiden op het gesprek met de keukenleverancier. Want dat hebben we via Skype, super praktisch. Maar goed, het is even niet anders. Dus dan ga ik nu even op voorbereiden. Ik heb ook nog wat gewerkt tussendoor, want dat moest ook gebeuren. Normaal werkte ik niet op vrijdag, maar goed, ik doe dus nu wel nog een paar uurtjes werken. En het is ook al hartstikke laat voor mijn gevoel. Wat ik trouwens wel altijd, als ik zelf schoonmaak, zeg maar, schoonmaak met doekjes, is het toilet. En het aanrecht. Ja, om een reden vind ik dat dan prettig. Goed, voor deze informatie, hartstikke leuk. Normaal gesproken douche de kids op donderdag met papa. Maar goed, vandaag is het vrijdag en douchen ze. Dat kan allemaal nu. Dan maak ik altijd alvast alles klaar, zeg maar, voor daarna. Niels krijgt altijd iets onder het douchen. Dat is een hele soort rare gewoonte geworden. Ik weet niet waarom. Als we douchen, we douchen twee keer per week, krijgt hij... of een milkshake, maar dat is dan gezonde milkshake. Dus bijvoorbeeld met amandelmelk, een banaan en cacaopoeder. Of hij krijgt bijvoorbeeld chocoladeijs. En dat is dus bijvoorbeeld banaan met cacao. Dus zeg maar dat soort dingen krijgt hij onder de douche. Maar een van de redenen is dat er ingekomen en ik geen idee. Maar we vinden het ook wel prima. Voor Elin zet ik alvast het flesje klaar voor vanavond. Want Elin die is dus... al anderhalf, maar krijgt nog steeds de fles. Toevallig heb ik vandaag met het consultatiebureau gebeld, want zij is heel dun. Zeker ook voor haar leeftijd en lengte. Ze weegt 10 kilo. En ze is dus ruim anderhalf. Dus wacht eventjes, iets lichter. Dit is iets van 86 centimeter en 10 kilo. Dus ze is best wel licht voor haar lengte. Volgens mij is ze nu op de min 2,5 lijn voor haar gewicht en dan iets van de plus 1 lijn of zo voor de lengte. Goed. Anyhow, we hadden eigenlijk volgende week een afspraak bij het consultatiebureau om het daar even over te hebben. Want verder gaat het super goed met haar. Maar ja, dat ik kon hem door laten gaan. Maar ik dacht, ja, dat vind ik echt een beetje onzin om dat nou te doen. Ik bedoel, het gaat eigenlijk alleen maar hierover. Dus ik heb even een telefonisch consult, zeg maar, gehad. En toen heb ik het ook over het flesje gehad. Maar ze zei, ja, weet je, ze raden het, zeg maar, voor het gebit af. Maar ik zei, ja, weet je, we geven haar een hapje en dan eet ze nog met ons mee. En dan drinkt ze dus nog die hele fles leeg. Het is niet, en 's ochtends begint ze ook gewoon weer met 2-3 boterhammen. Dus het is niet zo dat ze niet goed eet of zo. Maar, ja, maar goed, misschien is die fles ook wel gewenning geworden, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze zei van, ja, weet je, ik snap wel dat je hem geeft. En nou ja, weet je, kijk maar wat goed voelt. Het is niet meer nodig, zeg maar. Dus dat... Nou ja, dus dat was wel even goed om te horen. En wat ze wel zei is van daarna even tanden poetsen. Dacht ik, oh, dat heb ik echt. Toen dacht ik, ja, vanaf wanneer moet je dan 2 keer per dag gaan tanden poetsen? Ik dacht dat dat pas vanaf 2 jaar was. Dus wij poetsen altijd 's ochtends. Maar misschien kan dat dus beter 's avonds. Maar goed, de kids zijn in ieder geval weer lekker thuis. Hebben lekker gegeten. Een boeddhabol, dan mogen ze zelf van alles in een bak doen, zeg maar. Die ga ik eens even kijken. Ja. Het is tijd om Elin eruit te gaan halen en dan flesje en lekker naar bed. Het is mooi geweest voor die kleine meid. Hoppa. Dus dat gaan we eventjes doen. Goedemorgen, het is zaterdag.
En ik probeerde net de boodschappen te bestellen. Maar dat gaat dus niet. Wat ik niet helemaal begrijp, omdat ze hadden gezegd dat er 's ochtends zeg maar nieuwe bezorgmomenten bij komen. En dat is dus gewoon, klopt dus gewoon niet. Ja, tenminste wel, maar het staat niet meer beschikbaar. Terwijl, nou goed, lang verhaal kort, het lukt dus niet. En daar baal ik van. Dus ik heb ze even een bericht gestuurd. Weet je, wij zijn al jaren vaste klanten, altijd hetzelfde bezorgmoment. En ik begreep van een collega, bij de Albert Heijn kan je gewoon dat bezorgmoment vastklikken, zeg maar. En hier kan het dus niet. En dan heb ik dus echt mijn timer gezet. Zo van, oké, op dat moment komt het nieuwe bezorgmoment. Dus dan bestel ik. Gewoon niet meer beschikbaar, dus ik snap dat niet. Gert en Mien hebben het lekker bezig. Stoppen! Nee, ze willen het niet op de hoofd, lieverd. Ja, hij geeft je een knuffeltje, moppie. We gaan zo op berenjacht. Dat is een leuk initiatief. We gaan eerst zelf een beer neerzetten en dan gaan we op berenjacht. Ja, wil je dat maskertje op? Maar ik heb ook een masker, hè? Wil je je hoed op, Elin? Nee. Nou, dan zie je het niet. Verder hebben we uiteraard geen plannen. We hebben net even alle inspiratie, wat ik ook even laten zien. Inspiratiebeelden gestuurd naar de keukenleverancier, zeg maar. Voor een soort klein keukentje. Niet zeg maar onze grote normale keuken, maar een extra keukentje. En dan zitten we dus een beetje hier aan te denken. Dus zeg maar een... ik denk dat het donker wordt, maar dat weten we niet zeker. Maar dat je gewoon een kraantje hebt en een aanrechtblad, zeg maar. Dus dat hebben we even naar hem gestuurd. Maar goed, dus we hebben de keukenman gemaild over allerlei zaken. En nu, ik ben steeds af en toe draaierig, ik weet niet waardoor, maar het is heel vervelend. Ik heb mijn bloeddruk gemeten en die is soms heel laag en soms heel hoog. Dus ik weet niet zo goed of het daarmee te maken heeft. Maar, niet Niels duwen. Ik ga me aankleden, want ik zit nog in mijn badjas. Ik ben een robot. Mama, ik ben een robot. Echt waar? Ja. Ik zie het. Ook dat je Iron Man was. Zo. Mooi hoor. Nee, ik doe het stoer. Oh, je doet het stoer. Oké. We moeten gewoon met mensen bij de ramen kijken. We gaan op beren. Kijk, we hebben een beer gevonden. Mwah! Doei! Kijk, en dan 2 minuten later loopt zij dus lekker zo. En loop ik dus met die fiets te zeulen. Hartstikke fijn. Maar we zijn wel lekker op berenjacht. En Niels heeft nu hertjes gevonden. Oh ja, hertjes! Mooi! Ja, een beer! We zijn net even op berenjacht geweest, dat was leuk. We hebben 10 beren gevonden, dus op zich een redelijke score. En nou, nog even een speeltuig gespeeld, tenminste Niels en ik. En het is nu nog heel lekker, volgens mij wordt het straks minder weer. Verdwijnen steeds meer boodschappen uit mijn mandje. Ik heb nog gekeken bij Albert Heijn, maar dat was ook niet te doen. Dus het is ook goed met de riemen die we hebben. Maar goed. Maakt niet uit. Ik wil gewoon weer lekker mijn jongboek aan doen. Ik heb nu een normale spijkerboek aan. Maar ik had laatst ook gevraagd. Het was redelijk 50-50 of mensen zich opmaakten of niet. En of mensen in jongboek zaten of niet. Zelf ben ik van opmaken en jongboek. Dus zeg maar, als ik me aankleed en geen make-up heb, voel ik me meer. Als ik me opmaak en gewoon jongboek aan heb, voel ik me top. Dus, en als ik me aankleed en me opmaak, is het natuurlijk helemaal, maar dat vind ik een beetje vermoeiend nu. Heb ik visite, hè? We gaan op missie om dit te doen. Even aan het skypen met z'n besten. Zo lekker eventjes. De wind is heel koud, maar als je uit de wind zit,
hebben het net geïnstalleerd, want het is echt extreem lelijk. Maar we gaan er nu een soort tussenvariant van maken die oké is. Die serves the purpose en niet al te hideous maakt. Weet je waarom ik altijd zo doe, mama? Nee. Ja, omdat ik dan op hele moeilijke plekken wil zoeken. Oh ja. Hebben we hem al gevonden? Nee. Wat zoeken we ook alweer? Vlag. Oh, de gele vlag. Ja, ik denk dat je ergens hier is, mama. Oh. Ik heb er een rood hoofd van, maar het hangt bijna. Maar we gaan nu nog even met de kids naar buiten. Sven is hardlopen, terwijl Niels met zijn trappersfiets gaat. En ik ga met Eden gewoon op de grote fiets. Nou, onze net hangt. En dat hing zeg maar beneden. Dus ik had tegen de buurvrouw gezegd, als je denkt dat hangt voor mijn raam, het gaat zo weg. Maar we gaan eerst even eten. En toen stuur ze terug. De kinderen hebben wat gevangen. Kijk nou hoe divers. Dus aan dat net heeft ze dit gehangen. Zo schattig. Oh jongens, mijn nagels nou even gebeuren. Want ook nog even wild. Dus die ga ik straks even zo'n DLC geven. Goedemorgen. Goedemorgen, het is zondag, zoals je al zag, is de dag al begonnen. Wij gaan eventjes een stukje fietsen, nu de zon nog schijnt. En dit is mijn outfitje, trui van Most Wanted, broek Stradivarius en schoenen, waar zijn ze? Zo, ook van Stradivarius. Ik ga nog even de was in de droger doen en dan gaan we. Hier wordt gesport. Kijk naar mijn scherm, dan kan je alles beter zien. Naar mijn scherm. Het lijkt er nu niet zo op, maar ze zijn aan het sporten. Want dus eet één een boterham. 3, 2, 1, let's go! De zomertijd is trouwens ingegaan. Maar ik geef enig gewoon 12 uur eten. Alsof het gisteren ook om deze tijd 12 uur was, zeg maar. Wij doen er eigenlijk niet zo, tot nu toe hebben onze kinderen er nooit zo'n last van. Ik klop het even af. Dus eigenlijk gaan we altijd gewoon door in het normale ritme. En dan zien we het wel of het lukt. Niels en Sven zijn nu even aan het sporten. We hebben net gefietst. Ik heb wel zand in mijn ogen. Dat waait echt keihard. En dat vond ik op een gegeven moment ook niet meer zo heel leuk. Mijn computer loopt steeds vast bij het uploaden van de video. Dus daar ben ik een tijdje mee aan het handelen. Oké. Okay. We hebben vandaag een diner. Dus we hebben ons opgedirkt. Ik heb een jurkje aan. En dat is een heel mooi blouseje aan met een strikje. Dat wil hij graag. Oh, hij is een beetje gaan zwieberen. Zo, zit hij weer recht? Ja. Ik heb een blouseje met een strikje aan. En Eden heeft ook een mooi blouseje aan, hè? Ja. En we hebben hier wat eten. En straks worden pizza's bezorgd. Proost! Proost! Eén op. We hebben pizza. Goedemorgen. Goedemorgen, het is maandag. En ik heb hem even opgemaakt. En ik heb een nieuwe crème. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dit weer. In combinatie met, ja, wij wonen in een vrij nieuw huis. En dat is, staat op zich wel bekend om, zeg maar, dat het heel, zeg maar, nieuwere huizen zijn. Gewoon zo goed geïsoleerd dat, ja, dat er niks binnenkomt. Dus ook, zeg maar, in oude huizen heb je vaak heel veel vocht. Juist. En in nieuw huizen is het juist vaak heel droog. Dus dat hebben wij. Dus in combinatie met, zeg maar, hoe droog het is buiten en hier. Oh my
Ik had zo'n droge huid, niet te doen. Dus ik heb nu deze sinds gisteren gebruikt. Die, de Clinique Moisture Surge Intense Skin Fortifying Hydrator. Very dry to dry combination skin. Leuk dat hij me verscherpt zelfs voor de gelegenheid. Maar, anyway, het is een roze doosje. Een roze bakje. Maar, oh, helpt jongen. Nu al fijn. Maar goed, het is bijna op. Maar gelukkig heb ik een nieuwe. En dan zit mijn hoofd weer op voor vandaag. Om dit toch niet allemaal voorbij laten gaan, nog even bij de vlog te doen. Elin kwam net zelf aan met een bordje, een kwast en verf. Dus die wilde verven. En Niels had een opdracht voor school. Die heeft de Gruffalo gemaakt. Ik heb alleen de Gruffalo getekend. Ze heeft iets zelf gedaan. Leuk hè. En nu zijn ze bouwers. Daarmee ga ik de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Laat ook vooral zien als je even iets anders. Laat ook vooral weten als je even iets anders wil zien. Want het is natuurlijk een beetje een gekke tijd. En vooral blijf gezond. Zorg goed voor elkaar. En ik zie jullie heel graag volgende week.